Om een marmeren structuur te maken in Photoshop, dat is eigenlijk helemaal niet veel werk. Ik begin gewoon met een nieuw document via bestand nieuw. En ik kies in dit geval de waarde 3000 bij 2000 en het maakt helemaal niet uit wat je kiest. En je krijgt gewoon een nieuw document. In deze laag ga ik dus mijn marmeren structuur aanbrengen. En dat ga ik doen via het filter en dan bij rendering kies ik voor wolken. En ik ga nog een keer naar filter terug en ik kies bij rendering voor andere wolken. En dat allemaal op dezelfde laag. Dit is dus de eerste laag waarin ik de aders van mijn marmer ga laten zien. En dat ga ik doen door middel van een aanpassingslaag met niveaus. En de aanpassingslagen, die vind je hieronder bij dit zwart-witte bolletje. En je klikt gewoon op niveaus. En je krijgt dan het filter voor je neus. En het enige wat je doet, is eigenlijk gewoon de uiterste witwaarde optrekken door dit pijltje naar rechts te verschuiven. En je ziet, je krijgt keurig een aderstructuur in je afbeelding en de middentonen kun je een klein beetje naar rechts halen. Daarmee maak je het wat zachter. En dit proces moet ik nog gewoon een paar keer gaan herhalen. Dus ik ga een nieuwe laag maken. Dat doe ik hieronder via dit icoontje of via Ctrl Shift en N. En deze ga ik wederom vullen met wolken en ik vul ze nog een keer met andere wolken. En ook hier ga ik een aanpassingslaag op maken van niveaus. En ik doe hetzelfde als net. Ik trek gewoon het wit naar binnen en de middentonen iets of wat naar links. En om nu de onderliggende laag ook nog zichtbaar te houden, ga ik van deze tweede laag de dekking veranderen van normaal naar bleken. En hij wordt dan in één keer wit. En dat klopt ook wel, want ik heb niveaus bovenop liggen die het geheel nog een keer witter hebben gemaakt. Dat was deze laag. Maar die gaan we koppelen aan de tweede laag, zodat het alleen effect heeft op die tweede laag met marmer. En dat doe je via dit icoontje hier. En je ziet dat je laag verandert. Er komt een klein pijltje bij te staan. En dat betekent dat dit filterniveaus alleen effect heeft op de laag eronder. Als ik die laag bijvoorbeeld uitzet, dan zie je dit effect terug. Nou, nu kun je hier op het bolletje klikken en dan kun je je niveaus nog een klein beetje aanpassen. Zodat je marmerstructuur die eronder ligt ook wat beter zichtbaar wordt. En ik maak vervolgens een derde laag aan. En ik ga weer bij filter wolken toevoegen. En daar overheen weer andere wolken. Wederom een aanpassingsfilter erop met niveaus. En laat ik hem al meteen koppelen. En ook hier ga je de witte tonen gewoon omhoog trekken door dit witte pijltje naar links te trekken. En je speelt een klein beetje met de middentonen om het zachter te maken. En deze bovenste laag met structuur die zet ik niet op bleken maar die zet ik op zwak licht. En in dit geval heb ik dus al een vrij aardige marmerstructuur. Eventueel kun je daar nog een klein beetje de dekking van veranderen. En tot slot ga ik een beetje een bruinachtige gloed toevoegen. Dus ik selecteer het bovenste filter en ik maak een kleurtoon en verzadiging aanpassingslaag. En deze ga ik vullen met kleur en vervolgens kies ik gewoon een bruinachtige tint uit. En je kunt nog wat spelen met het verzadigingsfilter om het een klein beetje realistischer te maken. En zo eenvoudig maak je dus gewoon een marmer structuur. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!